Dan iets heel anders, Nikki. Die doktersverklaring van Trump... Ja. Die blijkt niet door een arts te zijn geschreven. Nee, ja, je raadt het misschien al, maar hij heeft hem zelf geschreven, woord voor woord. Ja, het gaat om die verklaring uit 2015. En daarin stond dat als Trump gekozen zou worden tot president... dat hij dan ook meteen de gezondste president ooit zou zijn. Nou, inmiddels kunnen we aan taalgebruik misschien ook wel herleiden... dat hij hem zelf heeft geschreven. Zijn voormalige privéarts Bornstein die heeft het gezegd tegen CNN. Hij ondertekende de verklaring destijds wel. En die werd naar buiten gebracht tijdens... die presidentscampagne en toen beweerde Trump natuurlijk dat Hillary Clinton, zijn tegenkandidaat, niet fit genoeg zou zijn voor het presidentschap. Nou, Bornstein was de privéarts van Trump sinds de jaren 80, maar hij is sinds kort ontslagen als arts en volgens hem heeft dat te maken met het feit dat hij heeft verteld dat Trump een haargroeimiddel gebruikt. Goed, ja. Tot slot nog een keer.